Als ik Ma's woongroep binnenloop, zie ik twee bewoners ingedommeld aan de eettafel zitten. Bij het raam doet Nettie, de activiteitenbegeleidster, met twee anderen een spelletje. Ik groet het drietal en wil doorlopen naar Ma's kamer. Ze zit hier hoor, roept verzorgster Marta van achter de computer. Verrek, ik heb mijn al maar krimpende moedertje over het hoofd gezien. Ze zit met de rug naar mij toe en kijkt naar de drie vrouwen die Rummy Cup spelen. Ik besluip haar. Als ik vlak bij haar ben, hoor ik Ma iets zeggen tegen een van de andere speelsters. Nee, die is bij mijn moeder. Goh, dit heb ik nog niet eerder gehoord. Ma die denkt dat haar moeder leeft. Ter begroeting leg ik mijn wang tegen de haren en vraag fluisterend in haar oor waarom ze niet meedoet met Rummy Cup. Geen zin, zegt ze zachtjes. Zonder me te hebben gezien, weet ze meteen wie ik ben. Hallo, jongen. Ik kijk naar de Rummy Cup steentjes op tafel. Anderhalf jaar geleden hebben Ma en ik dat spel voor het laatst gespeeld. Ma was er altijd goed in. Hoewel ze vaak won, was winnen haar om het even. In haar leven ontbrak elk competitieelement. Ze heeft zich vaak verbaasd over het feit dat ik zo slecht tegen mijn verlies kan. Met pa scrabbelde ze regelmatig. Zij won vaker dan hij. Ik herinner me dat, als het erop aankwam, Ma bepaalde welk woord wel of niet mocht. Pa legde zich altijd bij haar beslissing neer, al pakte hij soms de dikke vandalen in de hoop zijn gelijk te bewijzen. Als kind heb ik veel met Ma gepuzzeld. We hadden een enorm puzzelbord en daar zaten Ma en ik dan samen avonden achter. Maar wat ik het meest samen met mijn moeder heb gedaan is televisieseries kijken. De Oninlijn schiet me te binnen. In mijn hoofd hoor ik de melodramatische openingstune. We keken met veel plezier naar Upstairs, Downstairs. Wat Ma en ik steengoed vonden was I, Claudius. Ik zag hem niet zo lang geleden in zijn geheel terug en ik was meteen verslaafd. Dol waren Ma en ik op Malou Mulher. Een Braziliaanse serie over een gescheiden vrouw in het moderne Rio. Ik vond die Malou een lekker wijf. Ma bewonderde haar vrijgevochtenheid. Ma kijkt geen televisie meer. Aan Scrabble en Rummy Cup doet ze niet meer. Een puzzel leggen, het is er niet meer bij. Kruiswoordpuzzels, doorlopers en cryptogrammen lossen al heel lang niet meer op. Gelukkig zingt Ma soms nog liedjes bij Nettie aan de vleugel.